Vaak van de Vaart kan heel makkelijk tikken. Dat was ook geweldig uit de draai. Prachtige goal voor Van de Vaart. Het is instinct. Oh, wat een goal. Als de fans vast warm draaien bij het stadion van HSV, bereidt Rafael van der Vaart zich voor in het centrum van Hamburg. Een dikke kus van zijn vriendin als startschot voor zijn feestje. De man van 109 interlands is in zijn hele carrière nog nooit zo nerveus geweest als vandaag. Succes! Ja, kijk om je heen, weet je, zoveel mensen, het is zo druk en dat maakt je natuurlijk nerveus. Iedereen is hier voor jou. Ja. Ik bedoel, ik heb ook vaak dit soort wedstrijden gespeeld. En dan kom je als speler en je hobbelt even mee. Maar ja, iedereen komt nu voor jou. Dus. Goedemorgen. En dat zijn niet de minste namen. Bijna het complete Oranje van 2010 is naar Noord-Duitsland gekomen. Evenals een paar van zijn oude ploeggenoten van Real Madrid, de Spurs en natuurlijk HSV. Thank you very much. En Kluivert is nog onderweg. En Robben komt op en neer. Ja, dat zijn wel... goede teken, dat ziet toch wel een leuke vent van. Ja, het is een gezelligheidsmens. Houdt van een dolletje, houdt van sarcastische humor. Je zet Wesley erbij, dan heb je nog 3 keer zoveel humor met z'n tweeën. En ja, dat is wel, het was altijd gezellig met hun. Ik denk dat wij een hele goede groep hadden. Met heel veel plezier in de groep en heel veel lachen. En dan zag je dat de prestaties ook goed waren. Dus ja, wat een geweldig team, man. Ja, het is gewoon een hele leuke jongen. En leuk in de omgang. Hij had nooit eigenlijk problemen in de groep. Dan komt met iedereen wel goed overweg. Is er nog iets dat jij weet van Van der Vaart en wij niet? En dat wij heel graag willen weten? Ja, maar dat ga ik niet zeggen. Iets kleins, iets moois? Ja, iets kleins heeft hij. Er hat sich sofort mit der Stadt identifiziert, er hat die Fans gemocht, er hat sie alle mitgezogen. Er hat viel für den HSV gegeben, viel getan und ja, deswegen liebt man ihn hier in Hamburg. Warum war er ein großer Spieler? Er hat viele Spiele hat er entschieden, alleine. Ne? Und auch international sieht man an seiner Erfolge. Ne? Ist ein sehr guter Spieler. Vermisst du ihn? Ja, schon. Doch, wir vermissen ihn sehr. Wir hätten ihn auch gern länger wahrscheinlich noch hier gehabt. Robin. De HSV Legends tegen de Rafa Legends. Voor 33.000 man in de stad en de club waarvan de Vaart in 2 periodes waarschijnlijk zijn beste tijd kende als voetballer. Naar hem kijken was een genot. Met hem samenspelen voelde zelfs nog iets beter. Ik denk dat dat type nummer 10, met personaliteit in het campo, met een heel goed toque de balon, pase final, visión. Incluso finalización, no tenía buen disparo. Yo creo que era un jugador muy completo, típico holandés, jugador holandés, de muchísima técnica, de muchísima calidad y la verdad que lo hemos disfrutado mucho. Rafa was natuurlijk echt een nummer 10 en hij kon een wedstrijd beslissen. Geweldige basistechniek, assisten, goals. Ja, en een vrij complete voetballer. Ja, zijn allergrootste kracht is dat hij gewoon zo goed weet hoe hij moet staan of hoe hij een bal wel of niet moet aannemen. En ik denk dat zal me altijd bijblijven, dat ik niemand heb gezien die dat zo perfect beheerst als hem. Dat is natuurlijk een speler waar je graag naar kijkt. Alles op techniek, met de gedachte erachter. Een bal met een boodschap. Toen Raf net bij ons in het eerste kwam, ja, was zo'n groot talent. En was echt verademing om naar hem te kijken. Dus was super mooi. Heb jij een bepaald favoriet van de vaartmoment? Als je hem ziet, dat je altijd aan dat moment denkt? Ik denk toch wel altijd de hakballen tegen Feyenoord. Ik stond zelf op het veld en hij dook naar voren en ik dacht, wat is hij nou? En hij neemt hem met zijn hak mee. Dus fantastische goal. En voor ons natuurlijk een helemaal mooi moment omdat het tegen ons grootste rivaal was. Je hebt een beetje getraind, begreep ik? Ja, een beetje. Maar ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment ben je zo bang om geblesseerd te raken dat je ook weinig meer durft te doen. Dus we gaan er het beste van maken. En ik heb vooral dat als de mooiste bijzaak gezien. Want zo gaan we het vandaag ook beleven. Lift me up higher above the clouds, won't you love?
Ik heb met Rafa nog 2 jaar samengespeeld na mijn terugkeer naar Ajax. Hij was een fantastische voetballer. Een van de meest talentvolle Ajax-ziet, maar ook een Nederlandse voetballer in die tijd. En toch een leuke carrière gehad. Toen hij contact opnam, wilde ik graag komen. De Rafa Legends winnen in Hamburg met 7-6. En Van der Vaart is niet 1, maar zelfs 2 keer trefzeker. Een afscheid in stijl. Je bent nu trainer van onder 19. Mooie trainingscarrière voor de boeg. Wat raad je hem aan om te gaan doen? Heel snel aansluiten bij mij. Ah, ja. Nee, je wilt hem er graag bij hebben? Nou ja, ik denk dat het een sieraad is voor elke pupil wat jeugdspeler die doorbreekt. En ik zou hem graag verwelkomen uiteraard op het trainingsveld. Hij moet eerst blijven trainen. Oh, ja. Hij moet eerst even die buiken van weg werken van hem. Hij is nog niet zo oud, dus ja. Hij kan makkelijk nog trainen. Kun je al één momentje uitkiezen, Rafael? Het is zo... Met je zoontje was wel echt goud, hè? Ja. Had je dat verwacht, zoiets? Nou, ik heb natuurlijk veel wedstrijden gezien afstand en ik hoopte er een beetje op. Maar dat ze dat gingen draaien en dan komen die momenten weer voorbij. Ja, is goud waard. Dat juichen, ik had het wat uitbundiger verwacht. Je bleef een beetje zo staan, ik dacht die tekst zit je over zijn hoofd. Luister Pik, ik was al blij dat ik het leven had. Ik bedoel, handjes omhoog en klaar hoor. Je gaat wel op de aas, hè? Ik kan me nog Dirk Kuyt herinneren natuurlijk. Die in de Kuip deed dus er alles aan om te laten scoren. En van de dag, ja dag. En hij had uiteindelijk een penalty. En ik wilde geen penalty. Dus ik wilde echt en toen schoot ik een hele goede bal binnen, pak die Gomez. Ja. Een beetje boos, hè? Ja, dat kan toch niet. Nee. Hij heeft nog nooit zo'n bal gehouden tot nu. Je was bloednerveus, nu relaxed. Ja, het is echt voorbij, het was al voorbij, maar nu is het helemaal voorbij. En, ja, mooi geweest.